Ja, we gaan een gebaar van waardering uitreiken aan mensen die het verdienen. En dat gaat uit van de stichting Handicap.nl. Ja, die hebben gevraagd of ik dat wil doen en daar sta ik natuurlijk direct open voor. Nou, ze hebben anderhalf jaar terug een zoontje gekregen en die heeft het Down-syndroom. En ja, dat is natuurlijk hartstikke pittig. Ik weet dat ze dat heel goed doen en dat ze er echt heel goed mee omgaan. Maar wat daar vaak toch vergeten, hè? Je bent eigenlijk mantelzorger zolang je leeft. En, nou, maar even een steuntje in de rug. Hè? Dat is door een goede vriendin van haar, Petra, heeft het aangevraagd. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Ja, we zijn er bijna. Ik heb zin aan gezonde spanning. Het is ook nog de Graafschapssupporter, dus we maken er wel weer wat moois van. Goedenavond. Hallo. Hi. Ik heb een verrassing voor jullie, Henk Dion. Ja, dat is wel bekend, ja. Hey. Ik heb iets voor de kleine alvast. Ja. En ik heb echt een gebaar van waardering voor jullie. Wat jullie de laatste anderhalf jaar hebben, jullie een pittig. Ja, jullie hebben sowieso een pittig. Ja. Hey. Mag ik wel even binnenkomen? Ja, vind je het, ja, we hebben wel toevallig visite. Geen probleem. Dus kom binnen. Mensen vinden dat jullie dit verdienen als blijk van waardering. Ja. Dat jullie de laatste anderhalf jaar hebben meegemaakt. Oh, ja. En eigenlijk mantelzorger zijn. Hè? Laten we gewoon zo eerlijk zijn. Ja. En dat doe je hartstikke goed. Dus vandaar dat dit bezorgd wordt. Nou, dat mocht ik doen, dus daar ben ik hartstikke trots op. Wat ontzettend leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Mooi. Dankjewel, Petra. Hebben jullie wat lief? Doei doei.